is niet onbelangrijk als toekomstige mister. Onze jonge mannen krijgen daarom van enkele juryleden 5 meerkeuzevragen waar ze hopelijk allemaal een goed antwoord op kunnen geven. Aan het publiek wil ik even nog vragen om de antwoorden niet voor te zeggen. We verwachten tijdens deze ronde volledige stilte in de zaal. Zo helpt u uw favoriete kandidaat het meest. En we gaan meteen over naar regisseur Jan Verheijen. Jan, goedenavond. Goedenavond. Erg onder de indruk van jullie allemaal tot nu toe. Succes verder. Ik heb een filmvraag, dat zal niet verbazen. Welke LGBT-film van de Vlaamse regisseur Lucas Dont won enkele weken geleden niet alleen de Cinema d'Or, maar ook de prijs voor de beste acteerprestatie op het filmfestival in Cannes? Was dat A. Moonlight? Was dat B. Girl? Of was dat C. Tom of Finland? Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. Gegeven voor kandidaat 2, 4, 6, 7, 8 en 11. En dat neemt mij naadloos tot Sophie Dumont. Hallo, zeg, hoe moeilijk maakt je dat voor ons? Jesus. Ja, ik ben ook onder de indruk, zoals dat Jan zegt, maar kijk, hier komt mijn vraag. Het homohuwelijk viert dit jaar zijn kristallen jubileum. Sinds welk jaar kunnen personen van hetzelfde geslacht trouwen in België? Is dat A. 2001, B. 2003, C. 2006? Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 10. Dat zal het zijn. Dankjewel, heren. En dan gaan we over naar Henny. Henny, goedenavond. Ja, goedenavond gasten. Goed bezig allemaal, zou ik zeggen. Nu, ik heb voor jullie een vraag. Vorige week vonden in Zuid-Afrika de Mr. Gay World-verkiezingen plaats. Maar uit welk land komt de meest recent verkozen Mr. Gay World 2018? Is dit in Spanje, Nieuw-Zeeland of Australië? Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11. Joyce? Ja. Ondertussen zijn we bij jou. Had jij al enkele vragen juist? Zou jij het weten? Ik ben eerlijk gezegd niet echt aan het opletten, Bram, want onze taken zijn weer zo moeilijk en wij zitten te vechten met de papieren. Tot hier. Geweldig, behalve het stukje dat net is geweest. Oké, eerlijk toegeven. Bon, mijn vraag. Antwerp Pride, het evenement dat in augustus weer zal plaatsvinden in Antwerpen, staat en werkt jaarlijks in en rond een bepaald thema. Voor welk thema werd dit jaar gekozen? A. Identiteit. B. LGBT, vluchtelingen. Of C. Sport. Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord werd gegeven. Altijd spannend. Kandidaat 3. 4. Yeah.
en 12. Mevrouw de staatssecretaris, het is wel een beetje uw winkel. Hoe had u gescoord tot nu toe? Redelijk, maar ik vind dat de kandidaten eigenlijk al heel wat weten. Dus mijn felicitaties ervoor. Dan mag je overgaan naar de vraag. De regenboogvlag is sinds heel wat jaren het symbool van de homobeweging. Maar uit hoeveel kleuren bestond de allereerste regenboogvlag die in 1978 tijdens de Gay Freedom Day Parade in San Francisco werd gebruikt? A. 6, B. 7, C. 8. Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 4 en 12. Dank jullie wel, heren!